Nou, ben ik nu in België bij Christophe. Hij heeft net het huis gekocht met een grote tuin, 60 meter diep. Hier vanuit de serie wil hij hier een vijver hebben. Hartstikke mooi om te doen. En het mooiste is om die vijver zo lang mogelijk te maken, dat het pad zeg maar een beetje verlegd wordt, dat het meer naar rechts komt. En dan vanuit de garage hier aan komt lopen. Dus dan loop je eigenlijk zo om de vijver heen hier. En dan kom je vanzelf weer in de tuin. In de tuin zijn wat planten die net zo goed weg kunnen. Ja, ze laten blijven staan, die is mooi groot. Er staat nog flink wat bamboe. Het makkelijkste is om dat af te knippen en dan die grond die uit je vijver komt eroverheen. Dan hoef je geen graafmachine naartoe te halen. En die coniferen, ja, die kun je wel een soort takkenhoop van maken waar dan egels en zo onder kunnen. Dan hoef je niks af te voeren. Er staan mooie, aardig wat fruitbomen, hele grote mooie kers, vijg, appels en een mooi kastje. En achterin mooi een haag als afscheiding. En je zou hier eigenlijk dat open stuk met die bamboe ook nog wel een soort takkenwalletje kunnen maken, eventueel. Ja man. En Ik die. kom eens kijken voor de vijver. Ik zou graag van voor een vijvertje aangelegd hebben. Om nog wat meer van de diertjes uit de buurt te kunnen aantrekken. En meneer komt speciaal uit Nederland voor eens te komen kijken. Heb je daar zon genoeg? Daar staat de hele dag zon op van voor. Dus dat is het voordeel. De rest van de tuin kan ik hier gebruiken. Hè. Maar daarvoor het ziet als ik aan het koken ben en zo, Ja. lijkt me dat wel leuk. Dan zie je het ook de hele tijd van binnenuit. Dan zie je de vijver ook de hele tijd van binnen. Ja, natuurlijk. Maar wacht, dus, Ja. je komt eens even kijken om dat aan te leggen met mij. Leuk. Er zijn twee vriendjes bij ook. Die van mij die zit nu binnen. Ja, ik heb gisteren de kat gezien. Ah ja. Ze liep op de muur. Ja, klopt. Een tuinhuisje wordt omgebouwd als sauna. TZT. Dat is een hele mooie plek hier. Een druivelaar. Dus als je dan van hieruit achter de tuin zit. Ja, een mooie grote. Joeko van de tuin, zal ik maar zeggen. Ja, ze heeft daar rustje gevonden. Daar straks zat hier in een boom aan het klimmen en zo. Dus dat is wel leuk. Nou, mooi. Nou, dan zou ik wel in de zomer of zo misschien hierheen moeten. Dat even afwachten. Mooie grote hazelaars. En dan komt dus hier uiteindelijk de vijver. Dat je moet echt aan de serre zit, vlakbij. En die hoek kun je een mooi stapelmuurtje maken met een zitplek dat je ook in het water kan zitten. Een heel dag zonde. En dan heb je mooi een zichtlijn vanuit die hoek zo over het water. Ja. Ja, mooie plek. Ja, hè? Zo, dan hier nog even. Hij ziet zichzelf in het water. Nou, dan ga ik straks weer naar Nederland rijden. Ja. Zal ik je nog iets meegeven voor onderweg? Als je graag een blikje cola of een flesje bruiswater of een tonic of. Ja, doe maar een colaatje. Gisteren teruggekomen in Zutphen.
Mooi weer. Even de showtuin kijken. Winterheide bloeit. Toverhazelaar. Nog meer winterhei. En dan ik heb bloembolletjes. Krokensoorten. Komt hier nog van alles op. Ik blijf nog wel even doorgaan. Er zijn heel veel soorten. Nou ja, doodhout leeft. Kun je wel zien hier. Labyrinth. Cornus mas in bloei. Gele kanoeien. Er komen ook eetbare besjes aan. De bedoeling is dat dit ooit een boog gaat worden. Nou, dan kijken hoe het met de tuin is. Laat al het dode loof nog zo lang mogelijk staan. Er zitten allemaal nog eieren en larven in. Waar insecten in zitten die de winter op die manier overleefd hebben. En nu met dit mooie weer de kans krijgen om uit te komen. Nou, het ziet er mooi uit. Mooi helder. Wel zijn er allerlei spullen in het water terechtgekomen. Ik stapel alles los. Dus het is heel makkelijk om bijvoorbeeld hier een steen weg te halen en die in het water te gooien. Dat is wel jammer. Nou, het ziet er mooi uit. Mooie dag. Mooi helder het water. Zo. Nou, de dove netel die zal binnenkort wel beginnen met bloeien, dan zit het hier ook allemaal vol bijen. Allemaal bloembollen die hier staan, schaduwgedeelte. Geheime plek onder de bramen. Sneeuwklokjes. Maar die zijn een beetje uitgebloeid. Sneeuwrond erbij. Ook nog een cornusmas die daar staat. Kijk nog wat bij, je kan zien op de hei. Die hei die doet het ook al op muurtjes. En net als de bloembollen trekt die normaal heel veel bijen aan. Met dit mooie weer, ik zie nu toevallig niet veel vliegen.
Nou, dode loof begint vanzelf al een beetje om te vallen allemaal. Dus ze kan er langzaam maar zeker wel afgeknipt worden zodra het niet meer vries s'nachts. Dus dat duurt nog een paar weken. Nee, die zitplekken aan het water of in het water is helemaal bemost. Maar straks als de zon weer meer gaat schijnen, dan trekt die mos weer weg. Kiwis. Kruidenspiraal. Eetbare tamme kastanjeloofgang met allemaal druiven, kiwis, bramen, rozen. Nou, tuin is elke dag gratis te bezoeken. Kaarderwol, Harenbergweg 1 en Zutphen. Straks kwam er nog bosstulpen op. Vogelmelk. Lenteklokje. Dat bloeit er nog een tijdje door, de bollen. Nou, hartstikke mooi. Oh, lief? Even de depot in de zand maken. Depot? Ja. Nou, hier hebben wij zat. Ja. Ja, laten we laatst een beetje maar in de kruiwagen of zo. Oh, we hebben nog meer, hè? Ja, morgen hebben we de bus hier ook weer staan. Oké. Okay. Dus voor nu ligt er genoeg zand in. Ja. Nou, dan gaan we daar een stapelmuur maken. Hier hebben we nog wat spullen liggen waar we mee kunnen stapelen. En hier zijn we bij de buren. En hier hebben we al een begin gemaakt met de muur. Daar zijn we op zithoogte in het midden. Dus nu gaan we vanuit de vijver. Gaan we vanuit de andere kant een muur stapelen. En die muur die wordt dan ja, net zo hoog als een schutting, zal ik maar zeggen. En die poeren die staan nog van de garage die hier stond. En die spullen van de garage die hebben we ook allemaal meegestapeld. Dan zie je hier een stukje met allemaal die platen. En alles gelijk ingeplant met vlinder- en bijenplanten.
witte zand dat we planten met oeverplanten. En dit gaan we nog gebruiken van Egelburg. Met een mooie ingangen en een uitgangen. En hier komt nog een stapelmuurtje en dan komt hier een iets verlaagd zitje. En die hele garage die kunnen we ook hergebruiken. Die gaan we gooien eigenlijk niks weg. Hier komt nog een kastanjepoortje. En waar de kastanjepalen staan, er komt nog een pergola. Nou, er komen nog een paar fruitbomen in. Bloemborders. Hier komen keukenkruiden langs de gevels. En hier gaan gebakken waaltjes in en de grindtegels die stapelen wel weg. Hier zijn we ook op zithoogte nu met deze muur. Nou, hartstikke mooi. Nou, hier zijn we bij de kaderbol. We kwamen net een paar dagpauwogen uit hier. We zijn nu daarheen gevlogen, jammer. En kijk, we zitten nu hier. We kwamen uit die heiplanten. Ah, die zijn ze weg. Ah, dan gaan ze daar. Jammer. Toi. Hier kwamen ze tevoorschijn, de dagpauwogen. Nou, de winterij in bloei, er zitten ook veel insecten op. Dus het is net zo. Ja, oké. Hij is hierheen, jongens. Zit daar in de camping. Mooi weer, komt eraan. Nou, de tuin is iedere dag gratis te bezoeken. Natuurrijke voorbeeldtuin met heel veel eetbare dingen. Kruiden, hier hebben we een kruidenspiraal. Eetbare loofgang, bloemenwei, dus fruitbomen. Nog een bloemenwei. En heel veel stapelmuren met wilde inheemse planten erin. Uitgebloeide takken staan er allemaal nog. Dus nu kunnen daar mooi alle insecten en uitkruipen die daarin overwinterd hebben. Eitjes en larven ook. Water. Is normaal mooi helder, maar ik zag al een paar stokken erin liggen. De kinderen die zitten hierin te vroeten. Dus daarom is het water nu een beetje troebel. Nou, de bloembollen die beginnen aardig op te komen overal. Gele kornoeien die bloeit mooi. De heideplanten doen het goed. Ja, die grassen die kunnen we nu wel langzaam lekker afknippen. Nou. Wat bloemen, krokusjes. Sneeuwklokjes.
Nou, het gaat weer mooi groeien allemaal. Iedere dag gratis toegankelijk. Stapelmuurtje met inheemse wilde planten. Alle tegels die hier lagen, die slaan we in stukken. En dan maken we dan stapelmuurtjes van. Ja, bezig om een vijver uit te graven. Die grond van de vijver die komt dan achter de stapelmuur. De muur zetten we helemaal vol met inheemse vlinder- en bijenplanten. Heel goed voor de vlinders en de bijen. En dan ook weer goed voor de vogels en uiteindelijk ook goed voor de mens. Gisteren stond hier nog een garage. Dan zie je die boeren nog van staan, die beton. Die betonplaten die stapelen ook weg. En al die tegels die hier te veel lagen, die gaan we allemaal gebruiken om de muur te stapelen. Hier ligt nog van alles. Dus hier gaan we nog een muurtje stapelen. En hier komt nog een pergola. En aan deze kant gaan we ook stapelen, aan de kant van de buurman. Dan komt er dus aan twee kanten een muur. Met kieren en gangen en met inheemse planten erin. Een muur die meer dan 100 jaar meegaat. En dan met de juiste inheemse planten erin. Nou, de kastanjepalen die zetten we in de grond. De Douglaspalen die gebruiken we bovenop. Ik heb zaterdag alleen een hele vijfschool. Hier hebben we ook al een stuk stapelmuur gemaakt van die betonplaten van de garage. Dus al, we hebben eigenlijk niks afgevoerd, alleen het dak. En een beetje hout. Ja, we zijn nog wel even aan het stapelen. Dan wel even vooruit. Gerrit is een Gerrit is stapelgek. Gerrit is stapelgek. Yeah. En we zitten nu op zithoogte. We gaan daar wat grotere platen neerleggen. En dan kun je daar deze thee lekker zitten. Ja, hartstikke mooi. Nu is het nog mooi droog. Dus, als we deze week een eind klaar zijn, dan komt met alle regen, dan regent het allemaal mooi vast. Dan kan het allemaal mooi gaan groeien. Nou, tot de volgende. Dan hebben we recht op het ding. Nou, weer of geen weer. We stapelen maar weer gewoon verder. Hier zijn we op zithoogte. Hier kun je thee met de voeten in het water zitten. Hier komt een verlaagd zitje met een stapelmuur. Alle puin gaan we allemaal hergebruiken. Er komt nog een pergola op de kastanjepalen. En hier waar die poeren staan, die oude poeren waar de garage, wat garage was maandag. Dat wordt ongeveer de hoogte van de muur. Het wordt aan twee kanten wordt er gestapeld. Ja, maar dat lukt ze wel. Kijk, je gooit gewoon de achterkant open. Hier? Dus dan ga je hier. Gewoon dit doen. Okay. Ja, deze kant zie je al een beetje model. Dus dat gaan we helemaal tot ooghoogte opstapelen. En dan gelijk met inheemse vlinder- en bijenplanten erin. Alles inheems. Wat ook gelijk goed is voor de voortplanting van insecten, omdat er heel veel waardplanten buiten zijn. Nou, jammer van het weer. Nou, dit kan nog net. Maar morgen dan een vrije dag. Sneeuwverlet. Nou. Je kan nog een bloemborden met traditionele planten. Je kan nog een kers eetbaar. Daarachter kan nog een peer.
coniferen die gaan weg. En hier komt ook helemaal een bloembollen met insectenlokkende traditionele vaste planten. Nou, ja, we gaan even koffie drinken. Leuk die naamkaartjes zo in het water, vind je ook niet? Dat ze ook onder het water zo, dat je zichtbaar houdt wat het is. Ja. Ja. Soms zet ik de kaartjes hier aan de zijkant, dan hoef je niet het water in. Nou, we zijn nu de oevers in aan het planten. Dat zand wat we gebruikt hebben voor de oevers, dat kwam uit de vijver zelf, uit het graafwerk van de vijver. We hebben net heel veel zuurstofplanten in het water gezet, onderwaterplanten. Averderkruid, waterpest, glanzenfonteinkruid. En voor de rest hebben we heel veel oeverplanten gebruikt. Zwanenbloemen, irissen, egelskop. En dan iets van... Even kijken, drie kratten. Ja. Ik denk 30-40 soorten oeverplanten, moerasplanten. Die heuvels, die grond die uit de vijver is gekomen, die arme grond, die gaan we helemaal inzaaien met bloemenwei van de Kruidhoek. Hier komt nog een bruggetje overheen, de balken liggen al. Dan gaat Malou morgen... Kastanjepalen zagen, die komen hierop. Ja, we zitten hier bij een voedselbos. Kastanjepergelen met eetbare planten. En dan heel veel soorten eetbare bomen, struiken. En ik heb hier mengsels gebruikt van de Kruidhoek, bloemenmengsel. Eetbare bloemen, ruderaal en A6, zeg maar akkerkruid, alles door elkaar. Dan hebben we dit jaar al de eenjarigen die bloeien. En mooi op, dat schrale, op die schrale grond hier, die uit de vijver is gekomen. Dus dan vergrast het allemaal niet zo snel. Het bloeit, het kiemt er natuurlijk ook niet zo snel, maar je hebt wel veel langer plezier van de bloemenwei. Dus er valt wel genoeg stikstof uit de grond, uit de lucht. Waardoor er heel veel voedsel al op de, tussen de grond kom, op de grond terecht komt. Waardoor die wilde planten sowieso wel gaan groeien. En blijft het mooi rustig. En die oeverplanten die hebben we dus ook in dat arme zand gezet. Alleen die zwanenbloemen zoals daar, die hebben wat extra goede grond nodig voor de klei en zo. Dan, anders bloeien ze niet. Hier hebben we een stukje met heel weinig planten. Dus hier komt hier is op het zuiden. Dit is een hartstikke mooie plek voor de kikkertjes en voor de salamandertjes en zo. Als het in het voorjaar nog niet zo warm is, dan warmt het lekker op. Nou, we hebben natuurlijk hartstikke mooi weer bij. En deze zomer dan ligt het er al mooi bij hier. Hartstikke mooi.